Plus met me mee terwijl ik deze twee potten van de kringloop ga upcyclen naar een gezellige en stijlvolle sfeeraard. Ik maak de beide potten schoon en verf ze met een restje beige verf van een ander project. Terwijl de verf droogt, ga ik de overige spulletjes halen bij de karwei. Wit siergrind, high-tech kit en bioethanol. Inmiddels is de verf droog en lijm ik de potten stevig aan elkaar vast met de kit. Vervolgens zet ik in het midden een opengezaagd verfblikje. Om het blikje heen vul ik de pot met de steentjes. Het blikje vul ik met bioethanol, vuurtje erbij en genieten maar. Deze upcycle do-it-yourself heb je in een middagje geklust en kun je dus in een handomdraai van een paar oude potten een trendy en duurzame sfeer uitmaken.